Particuliere huiseigenaren in Schiedam die dit jaar energiebesparende maatregelen nemen, komen in aanmerking voor een subsidie van het servicepunt woningverbetering. De gemeente Schiedam heeft voor dit jaar een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor huiseigenaren. Hiermee kan het servicepunt woningverbetering eigenaren van circa 13.000 woningen een box met doe-het-zelf maatregelen aanbieden. Ja, Ilko, welkom. Bijna alles is al verteld, geloof ik. Laten we even bij, het begin beginnen. Wat is het servicepunt woningverbetering? Dat is een soort winkeltje in Schiedam. In het stadskantoor zitten we sinds dit jaar, in het klantcontactcentrum. En dan kunnen alle Schiedammers met een eigen huis binnenlopen met eigenlijk zo'n beetje al hun vragen die ze over wonen hebben. Maar met name het verbeteren van je woning, neem ik aan. Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld energie wil besparen in je eigen huis, misschien wel van het gas af wilt. Maar ook als je hulp nodig hebt bij het opstarten van je VVE. Nou, dat soort zaken, daar kunnen wij mee helpen. Gratis. Met hoeveel mensen zitten jullie daar? Met een man of 6. Dat is aardig wat. Ja. Elke dag bereikbaar? Elke dag bereikbaar. We zijn 5 dagen in de week open. Van 9 tot 5. Mensen kunnen een afspraak maken. Weten ze zeker dat ze niet hoeven te wachten. Maar je mag ook gewoon binnenlopen als je in de buurt bent. Ja. Dus jullie zaten vroeger in een apart gebouwtje. Net om de hoek van de Singel. Ja, klopt. Maar nu verstopt in, het klantcontactcentrum. We zitten in het klantcontactcentrum. Maar ik zou niet zeggen verstopt. We zitten juist op een hele handige plek. Namelijk op de plek waar mensen ook komen om bijvoorbeeld hun paspoort te verlengen. En ja, als je daar toch moet zijn. Hoe handig is het dan niet als je meteen even bij ons langskomt. Even in gesprek gaat over wat jij nou kunt doen in je eigen huis. Om het comfort te verbeteren. Om je rekening, je energierekening omlaag te brengen. Nou, dat soort zaken kun je gewoon even langslopen. Ja. Jullie zijn veel in het nieuws geweest in verband met funderingsherstel. Ja. Dat ging niet helemaal goed bij alle huizen. Hoe zit het daarmee? Ja, Schiedam is wat dat betreft een beetje een lastige gemeente ten opzichte van andere gemeenten in het land. Wij hebben hier veel meer funderingsproblematiek dan gemiddeld. Schiedam zakt. Heel Holland zakt. Niet heel Holland pakt. Heel Holland zakt. Maar Schiedam zakt wat harder dan gemiddeld. En dat is echt niet leuk als je funderingsproblemen hebt. Maar gelukkig bieden wij vanuit het servicepunt woningverbetering gratis hulp aan. Gratis trajectbegeleiding als je in die problemen bent. Ook die mensen kunnen zich bij ons melden. Ja. Het ministerie heeft wat door de brievenbus gedaan bij jullie. 1,4 miljoen. Ja. Het lijkt me ook wel wat eigenlijk om huis op te knappen. Hoe zit dat? Ja, dat hebben ze niet heel onverwacht door de brievenbus geduwd bij ons. Daarvoor hebben we een aanvraag gedaan. Eind vorig jaar werden we een beetje verrast doordat de Rijksoverheid zei, nou, we willen dat er wat meer tempo gemaakt wordt op het gebied van energiebesparing. Hè. We hebben allerlei ambities in Nederland op het gebied van de energietransitie. En dat begint bij energiebesparen natuurlijk, want wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken qua energie. De Rijksoverheid zei, we willen wat meer tempo maken op dat gebied. Schiedam wil daar natuurlijk ook stappen in zetten. Het servicepunt woningverbetering doet al werkzaamheden op dat gebied. Dus wij dachten, we gaan een subsidieaanvraag indienen. Toen hebben we elkaar eens diep in de ogen gekeken, met onze wethouders gepraat en besloten om de maximale subsidie aan te vragen. En dat was voor Schiedam 1,4 miljoen euro. En ja, we waren blij verrast dat de subsidieaanvraag kennelijk zo goed was dat het volledige aangevraagde bedrag ook daadwerkelijk is uitgekeerd. Staat er op onze rekening. Nu nog even uitgeven. Ja. Moet in 2020 gebeuren. Nou, dat is geen probleem, denk ik. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Nou, dat is geen probleem, maar het wordt wel even aanpoten. Want we hebben gezegd dat we 13.000 woningen willen bereiken. Particuliere eigenaren, die mensen die een eigen woning in bezit hebben. En als je nagaat dat er ruim 17.000 woningen, dat soort woningen in Schiedam zijn, dan moeten we veel mensen bereiken. We hebben al veel enthousiaste reacties gehad, maar we moeten nog wel even doorwerken. Je gaat ons de komende tijd overal zien, zou ik haast zeggen. Niet alleen hier, maar op de markt, op de scholen, via vrijwilligersorganisaties, bij de mensen thuis aan tafel, om te praten wat iedereen thuis kan besparen. En dan moet je met name denken aan quick wins, kleine maatregelen die je zo hebt uitgevoerd en die je een klein stapje verder helpen. Ja, radiatorfolie, ik noem maar wat. Ja, radiatorfolie, tochtstrips, maar ook bijvoorbeeld het anders inregelen van je cv-installatie. Daarbij mikken we met name op grote VVE's. Daarvoor geldt dat een van de bestuursleden van het Schiedams VVE-platform heeft dat al gedaan. En die vertelde mij dat het een paar duizend euro scheelt voor zijn VVE. Dus dat is echt de moeite waard om daar een specialist naar te laten kijken om die cv opnieuw in te laten regelen. Maar dat betekent dat je hem wat vroeger uit laat gaan s'avonds, zodat je niet blijft stoken totdat je naar bed gaat? Dat zou bijvoorbeeld kunnen inderdaad, ja. Ja. Heel goed. Ja. Als ik nou in aanmerking kom voor een stukje van die 1,4 miljoen, krijg ik dan alles of krijg ik dan een gedeelte?
Bij die 1,4 miljoen geldt dat het maximum 90 euro per woning is. Als je 90 keer 13.000 komt, kom je al aardig in de buurt. En dan nog wat geld voor wat we op de scholen gaan doen en met Energie Schiedam samen gaan doen. Dan kom je aan 1,4 miljoen. 90 euro per woning. Mensen kunnen bij ons advies krijgen welke maatregelen passen er nou het best bij mijn woning. En dan kun je vervolgens een voucher krijgen van ons van 90 euro en op een website... die je op onze website vindt, service.woningverbetering.nl. Op die website kun je producten kopen en alles wat boven de 90 euro is betaal je zelf. En tot 90 euro kun je met die voucher verzilveren. Nou ja, en dan gaan jullie met z'n allen naar een plaatselijke bouwmarkt en dan ga je de spullen halen van mij. Nou, het is ongeveer zo wel. We doen het bij de Woonwijzerwinkel, een plek op de Heiplaat in Rotterdam, waar allerlei gemeenten uit de regio samenwerken. Die hebben ook allemaal voorbeelden staan op het gebied van isolatie, energiebesparing, tochtstrips, radiatorfolie, noem maar op. Daar komen alle spullen vandaan, daar worden ze ingekocht. En je krijgt dus een Woonwijzerbox thuis gestuurd, op maat gemaakt, wat op jouw situatie van toepassing is. En daar wordt het allemaal ingekocht en ingepakt. Ja, en dan kan ik aan de slag? Dan kun je zelf aan de slag inderdaad. Ja. Als je een beetje hulp nodig hebt, kom je natuurlijk weer bij ons langs. Nee. Maar het zijn over het algemeen maatregelen die je prima zelf kunt uitvoeren. Zeker als je van tevoren met ons in gesprek bent gegaan wat bij jouw huis nou gedaan kan worden. Ja, ja. Maar jullie zijn in staat om bij mij iemand langs te sturen die mijn huis even bekijkt en die dan zegt dat en dat is voor jou interessant. Zeker, zeker. Stiekem hopen we ook met deze subsidieregeling, 90 euro per woning. We mikken op de quick wins. Dat zijn maatregelen waar je dus een klein stapje verder mee wordt geholpen, wat je ook op je energierekening merkt. Maar we hopen eigenlijk dat het voor een aantal mensen ook aanleiding is om verder met ons in gesprek te gaan om grotere maatregelen te nemen. Dus ja, nodig ons zeker thuis uit. Ja. Ja, ja, en dan kom je in het gewone traject bij jullie terecht van joh, als er veel gedaan moet worden, kunnen wij een heleboel voor je regelen, inclusief een lening met een laag rentepercentage. Zeker, ja, met een laag rentepercentage inderdaad. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die de hele gevel willen isoleren of het dak willen isoleren. Funderingsherstel, wat je eerder noemde. Het is niet zo dat we ons nu specifiek alleen op deze regeling gaan richten van die 90 euro. We blijven onze gewone taken ook uitvoeren, dus iedereen blijft welkom. Ja. Is het niet raar dat het binnen een jaar op moet? Nee, zou ik zeggen, we zijn ambitieus. Kennelijk is het Rijk ambitieus, anders hadden ze deze regeling niet in het leven geroepen. Maar in Schiedam zijn we sowieso ambitieus. Twee wethouders hebben zich hard gemaakt voor deze regeling. Jeroen Ooyevaar die gezegd heeft, energietransitie, energiebesparen, daar wil ik op versnellen. De wethouder wonen, Fahid Minas heeft gezegd, ik vind het verbeteren van de particuliere woningvoorraad niet alleen iets om met nieuwbouw aan de gang te gaan, maar ook de bestaande voorraad te verbeteren. En als je daar stappen in wil maken, dan mag dat. Dit is een regeling die je gewoon in een jaar kan uitvoeren. De maatregelen zijn niet zo ingrijpend dat je er weken voor nodig hebt. Dus goed te doen in een jaar, maar wel even aanboden voor ons. Okay. Hoe kom ik bij jullie terecht? Via een website uiteraard en op bezoek komen? Ja, service.woningverbetering.nl. Kun je ook al meer lezen over deze regeling. Iedereen is dus ook welkom om gewoon even binnen te lopen in het klantcontactcentrum van de gemeente. Mag ook een afspraak maken. Telefoonnummer 010-219-1700, heb ik ook maar even gezegd. Op allerlei manieren zijn we te bereiken, zou ik zeggen. Okay. Hoe is het met je eigen huis gesteld? Ik ben net verhuisd. Ik woonde tot 2 jaar geleden in Schiedam. Net in Schiebroek gaan wonen. Ach. En ik ben flink bezig met mijn huis van het gas aan het afhalen. Oh. En ik moet alleen nog het water verwarmen om te douchen en 1 radiator. Oh, nou, warm water douchen lijkt me wel interessant eigenlijk. Ja, maar kan je ook elektrisch opwarmen natuurlijk. Okay, veel succes erbij en bedankt Eelco.